Joop. Ik ben Victor Kampenaert, werelduurrecordhouder, professioneel wielrenner. En ik heb een leuke opdracht voor jullie. Wij consumeren gewoonlijk shells op training. Je ziet, triple layer verpakking, helemaal niet milieuvriendelijk, bijna niet te recycleren. En als we die shell hebben ingenomen, wat doe je dan met die verpakking? Er blijft altijd een beetje over van die shell. Dus als je dat wegsteekt, dan plakt je je koerskledij aan elkaar. Dat wil je liever niet. Maar je kunt het ook niet weggooien. Want we rijden overal, kijk hier. Fantastisch decor. Dus, ik wil een oplossing daarvoor. Wij consumeren zeker 2 tot 3 gels per uur op wedstrijd. Redelijk veel. Onze wedstrijden duren gemiddeld 5 uur. Dus dan kunnen we wel tellen. Waarom zouden we dat niet in een verpakking als deze steken? Hup. En weer wegsteken. Zodat we eigenlijk maar 1 verpakking bij hebben. Die dat we ook recycleerbaar maken. Recycleerbaar, ik wil hiermee zeggen, herbruikbaar, gewoon uitwassen, dag erna bijvullen en opnieuw gebruiken. Maar wat is het probleem hiermee? Deze heeft geen dosage. Hiermee weet ik, 1 gel is 30 gram koolhydraten. Maar één keer hiervan lurken, kan nooit iemand zeggen hoeveel dat is. Dus ik wil dat jullie een soort dosagesysteem maken op deze dop, waardoor ik altijd weet, hup, nu heb ik 30 of nu heb ik 20 gram koolhydraten binnen, waardoor ik kan tellen hoeveel koolhydraten ik binnenkrijg en zo mijn performance kan optimaliseren, blijven op het allerhoogste niveau presteren. En daarbij wil ik dat deze zo licht mogelijk is, flexibel mogelijk om weg te steken aan uw koerskledij. Ik wil geen baksteen op mijn rug dragen. Denk ook aan het gebruiksgemak. Deze is misschien zelfs te flexibel, want als ik dat wegsteek, voel ik dat soms dubbel. Vertrouw erop dat jullie leuke ideeën voor mij hebben. Werk dat uit. Veel succes. Productontwikkeling Antwerpen.